Hallo, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 20 juni 2020. En ik ben vanmorgen bezig geweest met een kleine Bijbelstudie. Ja, dat doe ik al heel veel jaren. Vanaf mijn komst, of voor mijn komst naar de Filipijnen, is dat zo geweest. En, ik ben in het woord gedoken. En dat heeft geresulteerd dat ik ook op een gegeven moment mij realiseerde dat ik op een andere manier ging aan het kijken was naar de wereld. Ik keek met beelden. En dat is een andere manier van kijken dan wanneer je doet met woorden of met klank. Dit is allemaal van belang. Je klank, mijn klank, wat ik nu tegen jou zo vertel. Ja, dan zeg je van nou, die jongen is helemaal gek, of die man is gek, of misschien zit er toch wel iets in. Oké, ik ben dus bezig geweest met het verhaal van onze zogeheten morgenwacht. Kijk, hier heb je hem, de morgenwacht. Er staat elke dag iets beschreven van wat er belangrijk is. En dat is van vandaag, we zijn bezig met de Deuteronomium. En dan wordt er een link gemaakt met Judas, het verhaal van Judas. Nou, zullen heel veel mensen gelijk denken aan Judas. Oh ja, die man die Judas van Iscariot, maar die is het niet. Het is het boek voor het boek Handeling, het boek Openbaringen. Ja, het laatste boek. Dan heb je een boek, een heel klein stukje tekst, en dat is van Judas. En dat is de broer van Jezus. En de broer van Jezus, die heeft zich eigenlijk, die wilde eigenlijk iets heel anders gaan schrijven. Kwam ik nu net eigenlijk tegen. En eerst ging ik alle notes bekijken. Nou, dat zijn er nogal wat. Er zijn heel veel dingen geschreven. In dat enige pagina, deze pagina, daar kwam ik hier. Dat zijn alle opsommingen van alle dingen die er in tegenkwamen. Daar hield het niet op, mee op. 36, ik ging nog doortellen. Ik kwam zelfs uit op 54 verwijzingen. 54 verwijzingen en in totaal 17 keer 17 boeken. Nou, dat is heel erg veel, dus ik heb het maar even gehouden bij dat ene begin van onze ochtendwacht. En dat verwijst naar Judas, dat ene boek van Jezus. Over Jezus, over de broer van Jezus. En daar heb ik de volgende hyfjedrawing van gemaakt. En dat is deze geworden. Ik zal hem even later, ga ik me nog iets duidelijker maken. Maar in het kort komt het hierop neer. Judas, die wil eigenlijk schrijven over de wereld wordt gered door Jezus, door zijn broer Jezus. En nee, nou, niet gewoon een normale broer, maar die Jezus redt. Dat we gered worden door hem. Hij onze redding is. En ja, dan ga ik gelijk even naar mijn eigen situatie denken. Want ik ben opgegroeid met de tekst van Jezus redt. En dat was. Ja, dat eindigde met het refrein van red Jezus uit de goot. Dat was blijkbaar iemand die zich erg zorgen maakte om het feit dat mensen toch op een beetje verkeerde manier aan het geloven waren. Dat ze hun geloof eigenlijk als een soort alibi gingen gebruiken. Dus ik ben het volledig met Judas eens dat hij daar niet over ging schrijven. En dat lees je ook in dat Judas 3. En ja, wat gaat hij dan wel schrijven? Hij schrijft strijd voor de werkelijkheid, voor de waarheid, voor de werkelijke liefde die echt bestaat. En daar ben ik het volledig mee eens. Want de werkelijke liefde bestaat. En daar moet je in vertrouwen. En eigenlijk, dit in het kort gezegd, gaat alles over.
Maar ik wil je nog even iets kleins vertellen. Heel klein. Ja, ja, je hebt het hier over twee broers, blijkbaar. De broer van Jezus. De jongere broer waarschijnlijk. Ik ben ook een... ik was de jongste toen ik opgroeide. En ik moest vanmorgen denken aan mijn oudste broer. Ja, mijn oudste broer... Die was op een gegeven moment 21 jaar. En ik was 16 jaar, geloof ik. Ik weet het nog steeds, die 15, 16, maakt niet uit. In ieder geval, ik was nog een tiener. En toen maakte ik het mee dat mijn broer er een eind aan heeft gemaakt. Hij heeft zichzelf verhangen op de zolder. En ik mocht hem ontvangen, ik mocht hem ontdekken. Dat was de schrik van mijn leven natuurlijk. Ik kan er nu gewoon over vertellen, maar dat heb ik heel lang niet gekund natuurlijk. Wat zei mijn broer daarmee? Wat heeft hij voor mij betekend? En ik kom eigenlijk vanmorgen tot de ontdekking dat hij heel veel voor mij heeft betekend. Eigenlijk sinds het moment dat hij dat heeft gedaan, ik vervloekte hem. Ik vond het een grote klootzak. Ik vond het, wat een lul om dat te doen. Ik had er geen goed woord voor over. Maar toch neem je het met je mee. Het zit in je vat. Je neemt het met je mee. En misschien ga ik er ook wel mee dood. Dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Maar ik wil er nu iets mee doen. Want hij heeft mij eigenlijk ook iets heel waardevols gezegd. Dat liedje van waar ik het net over had, over Robert Long. Nou, dat vond ik zo'n leuk liedje. Dat wilde ik uit mijn hoofd leren. Dat heb ik ook uit mijn hoofd geleerd. En dat zong ik. Red Jezus uit de goot. Daar eindigt het mee. Maar, dat zegt niet datgene waar Judas werkelijk over heeft verteld. Judas, en als ik nou mijzelf even verplaats in die Judas, de broer van mijn broer dan, dan kan ik niet meer zingen van Jezus red. Nee, dan kan ik alleen maar zingen over een strijd voor die werkelijke liefde die in jou zit. En die in iedereen zit. En geef die de ruimte. En dat wil ik doorgeven aan iedereen. En als je, dat ga ik nog meer duidelijk maken. Ik weet niet hoe, maar ik ga het duidelijk maken. En daar moet je maar op vertrouwen. Tot zover.